We zijn gestrand, nou ja, niet gestrand, want het is bewust gekozen, in Guadeloupe. En Guadeloupe die heeft een bezienswaardigheid waar we dadelijk met het Fiatje naartoe scheuren. Maar het zit ook maar 10 kilometer van Coimbra. Nee, Évora. Évora. What's in a name? En ja, je kan hier prima staan met je camper. Je mag hier ook blijven staan. Dus dat doen we dan ook. We gaan met het Fiatje op pad. Dakje open, want het is lekker weer. En we gaan naar het grote geheim kijken wat hier in de buurt is. Vanuit Guadeloupe zijn we de steencirkel van Almendres en de menhir van Almendres gaan bezoeken. De steencirkel is de oudste op het Iberisch Schiereiland. En een van de oudste in Europa. We zitten op het centrale plein van Évora. We zijn hier even met de Fiat heen gereden. Vorig jaar hebben we dit uitgebreider bezocht. Maar het is toch ook wel weer hier lekker om een beetje sfeer te pikken. Morgen gaan we weer verder. Ja, wat zie ik daar voor een tasje liggen, Do? Oh ja, ik zei vanmorgen dat er hier een klein scheurtje in mijn jurkje zat. Ik, ja, jurkje versleten betekent een nieuw jurkje kopen, toch? Ja, maar dan moet die weg, hè? Nee, nog niet. Ik moest wel van die mevrouw aan de deur 50 cent betalen voor foto's. Ja, ook de kerk moet een beetje bezuinigen, jongens. Hij is wel mooi. Hij is wel mooi. Dat is een barokstijl in ieder geval, maar ja, dat kan je zo. Nou, Doodje, wat vond je ervan hier? Ja, lekker plekje in Guadeloupe. Maar de megalieten, de steencirkel, de menhirs. Ja, wel leuk om te zien, hè? Wel interessant. Ja, maar niet spectaculair, hè? Nee, ik zou er niet speciaal voor rijden. Nee, het is wel de moeite waard als je in Évora zit. Ja, want dat is vlakbij. 10 kilometer of 15 kilometer. Ja. En je kan hier nog leuk staan. Nou, dat hebben jullie gezien. Ja, dan is het wel inderdaad een goede combi. In de dagelijkse protestactie van Tip. Als hij zijn pootjes moet laten doen door Do. En gaat hij op zijn rug liggen van, nou, dan kan je er toch niet bij. Maar daar, Do, daar vergist hij zich in. Dan kun je weer weg. Dit niet de N2 is hoor. Het is een soort dwaling van Rick die dacht van, nou leuk, klein weggetje binnendoor. En het is ook leuk. Niet het idee van mij hoor. Nee. Ja, het was toch wel niet de N2. Het was echt een heel smal weggetje. Maar het was een heel klein, nou ja, jullie zien het. Heel klein afslagje. Een beetje een gravelpaadje. Jeetje. Oud kerkje. Wat grappig.
Dit was dus een, of is nog steeds, een hunebed. Kijk maar, hier. Zo. Daterend van de derde, tussen derde en vierde millennium voor Christus. In de 17e eeuw heeft men het omgebouwd tot een kapelletje. En dat is nu dit. Mooi, hè? Ja, wat denk je dat Rick gaat doen? Dronen! We gaan omhoog! We hebben net een geocache gedaan. En ja, ik had het wel even laten zien. Ja, zegt toch niks als je hier, daar heb je duizenden een bomen van. Ja. Maar die is al 2 jaar lang was hij al niet meer gevonden. En Do zei, ja, ik heb hem gevonden, maar ik ga hem niet pakken. Ja, waarom niet? Ja, dat zulke grote toren. Hele grote toren liepen ja. Eromheen. Ja, het toren doet niks. Nee, zo. We gaan hem terugleggen voor de volgende. En hopelijk bleef hij niet 2 jaar lang nog onaangeroerd. Maar we hebben in ieder geval de keten doorbroken. Mooi, hè? Een spinnenweb met regendruppels. Bijzonder. Jeetje. Echt zo. Net een prachtige zonsopgang gezien en we hebben een hele mooie nacht achter de rug met een hele heldere sterrenhemel. Dit landschap, ja, alle ingrediënten om te blijven natuurlijk. Doen we niet, we gaan weer verder. Net boven de kerk met de drone. En dan moet je eens opletten hoe grappig dat van boven eruit ziet. Oh,
een mooie overnachtingsplek bij deze hele bijzondere bedevaartskerk. Hij heet de Sanctuario de Nossa Senhora de Aires en het is bij de plaats Viana do Alentejo. Recentelijk gerenoveerd, maar van binnen echt fantastisch met die gangen, met die fotootjes. Dat hebben jullie gezien, hè? Echt heel leuk om te zien. Ga erheen! Van het middeleeuwse ommuurde stadje Montserrat. En het ligt eigenlijk aan het stuwmeer van Alcueva, het grootste stuwmeer in Europa. Het middeleeuwse stadje gaan we zo even bezoeken. Echt, ziet er heel mooi uit. Te zeggen is dat daar de grens met Spanje is. Dit plaatsje is ook in 1100 zoveel veroverd door de ja, en ook hier komen we een hele oude steencirkel tegen. En het leuke van deze steencirkel is laatst op internet dat dit een vierkante steencirkel is. Maar als het goed is, zien jullie dat ook goed op de beelden van bovenaf. We hebben een soort oud kapelletje gevonden. Sant Catharina. Maar dat staat in de bush en het is open. Het is een beetje luguber. Ja, ik hoorde net een geluid. Nee, eerlijk? Ik denk een duif. Maar hier is de vloer opengebroken. Maar dit lijkt wel een graf. Nou. Verlaten. Ja. Het zal wel niet helemaal veilig zijn om hier te lopen. Hoe heet dat? Urban Huppeldepup heet dat, geloof ik. Hè? Van die verlaten gebouwen. Bekijken. Spannend. Ja, we grossieren momenteel in overnachtingsplekjes bij kerken en kloosters. Maar ja, het komt nu eenmaal zo uit. En het is mooi. Oh, Rick zet de Fiat er alweer op. Zo, klaar weer. Mooi, hè? Ja, niet wij, hoor. Ja, ik dacht dat je dat bedoelde. Wat ik zeggen wilde. Jij wilde iets over de detour zeggen? Ja, ik wilde zeggen dat we wel opeens spontaan een wat grotere detour hadden gemaakt gisteren. Het was natuurlijk wat minder weer. En opeens zag ik dat mooie plaatsje Montserrat op de kaart. Ik denk, ja, we gaan het gewoon doen. Het was ook echt mooi. Ja, maar zeer de moeite waard. Maar we gaan vandaag weer richting N2. Of we er al helemaal weer komen, weet ik niet. En jij wilt wat zeggen over klussen met Rick? Klussen met Rick op Crocs. Die was er wel, maar die was niet geschikt voor het zondagochtendontbijt. Ik moest namelijk eventjes de sensor van de fecaliëntank, oftewel de poeptank, schoonmaken. En dat was niet zo'n fraai gezicht, dus helaas, die gaat deze week komt hij te vervallen. Ja, hij was er wel, maar we zenden hem niet uit. Nee. Maar de sensor is er helemaal poepie goed. Set them rewind
And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. We hebben een last minute decision gemaakt. En dat gaan jullie dadelijk wel zien. Wij zijn er toevallig vorig jaar ook geweest. Toen zei ik al zo, als je hier een drone zou hebben, dan ben je spek over. En nou hebben we er een. Come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. We zijn aan het urbexen. Ja, urban exploring. Het is niet altijd legaal. Maar wel leuk. Wees maar een beetje boos op ons. Maar we doen het toch. Blijf even kijken. We laten jullie nog een paar leuke dingen zien. Nou jongens, dat was weer een avontuur zeg. Hey, erg dom van mij, maar ik ben gaan vliegen met hele harde wind. De drone kon niet meer terugkomen en is gecrashed op het veld achter mij. Maar ik heb hem gevonden. Ik denk dat het kilometer lopen was. Maar ik ben wel blij dat ik hem weer terug heb. Oeh. Ja, ik ga jullie nog even bijpraten over wat we nu eigenlijk allemaal aan het doen zijn. We staan in Mina de São Domingos. En we hebben al een en ander aan filmmateriaal verzameld, zoals jullie gezien hebben. Als het een beetje mee zit met de wind, komt er nog wat bij. De detour waar ik het eerder in deze vlog over had, die is wel nog iets groter geworden. Dit was helemaal niet de bedoeling, want we zijn hier vorig jaar al geweest. En hebben er toen ook best wel een heel verhaal over verteld, over pirietgordels en hoe het allemaal ontstaan is. Dat ga ik niet meer vertellen. Dan zal Rick hopelijk even het linkje erin zetten, zodat jullie dat terug kunnen kijken. Wat is het eigenlijk? Ja, jullie zien het. Het is ten eerste best koud. Zie je aan Rick's hoofd. Maar nou ben ik een koukleun. En ten tweede, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Het is wat minder wind, maar hij zegt nog steeds van je kan het beter niet doen. Eigenwijs, ik ga het toch doen.
ook herkent. We zijn weer terug bij het Santuario de Senora Nossa de Aires in Viana do Alentejo. Na 4 dagen. We hebben een hele mooie detour gemaakt, maar dat hebben jullie gezien. Hier hebben we al de droombeelden van laten zien. En we kwamen hier nu uit zo met de lunch en we dachten, we blijven gewoon nog een nachtje. Want dan kunnen we morgen weer op de N2 aanhaken. Onderweg hebben we ook al een keer een afslag gehad. Dan was het 30 kilometer. Zaten we weer op de N2. Doen we niet. We gaan gewoon nog 170 kilometer om. Omdat we wel heel de N2 willen rijden. En anders zouden we een stuk missen. Kijk, hier komt hij. En we zitten weer op de N2. Leuk. Nou, daar zitten we dan. Weer aan de N2. Het avontuur gaat weer verder. Maar dat zien jullie waarschijnlijk in de volgende vlog. Wat een goede duo-presentatie, hè? Nou, kan beter. Tot snel. Doei. Ho, ho. Nog even wachten allemaal. Want ten eerste wil ik eventjes alle nieuwe abonnees bedanken dat ze... Ja, abonnee zijn geworden bij ons. Want het was in één keer een hele rush. Maar nou is er een soort effect ontstaan. Iets, ik weet niet hoe je dat noemt. Je beoogt iets, maar het tegenovergestelde gebeurt. Ik geloof een soort boemerang effect of zo heet dat. Wij hadden, dan moet ik heel even mijn bril erbij hebben. Onze meeste kijkers zijn wel geabonneerd. 62,7%. En het was 37,3% die niet geabonneerd zijn. En toen zei ik van, joh, zorg nou dat je gewoon geabonneerd bent. Kost helemaal niks. En die 37,3 gaan we niet wegwerken. Maar maak er dan 10% van. Maar wat gebeurde er? In plaats daarvan zijn 61% is geabonneerd. En 39% niet. Het is opeens meer geworden. We hebben meer abonnees, maar er zijn er minder geabonneerd. Nou, onbegrijpelijk. Ik snap er zelf ook niks van. Maar goed, dat wilde ik nog even zeggen. Dus zorg nou even dat je abonneer, joh. Kom op. Hey. En we krijgen nog de Travel Roasts. Dus blijf even kijken. En dan tot slot de route die hoort bij deze vlog. Tot volgende week.